Hoe gaat zo'n verkiezing in zijn werk? Nou, wij werden genomineerd door andere galeries. De vakjury die moest dat allemaal beoordelen. Toen bleven er nog 20 over. Daarna moest er nog gestemd worden. Toen zaten we op een gegeven moment bij de beste 10. En we zijn geëindigd als 9e. Wat is het geheim van Noordvleugel? Nou, de Noordvleugel heeft al een magische aantrekkingskracht. Nou, ik denk dat het de kunst is wat we toch presenteren hier in de galerie. De gezelligheid, ja, dat mensen ook terugkomen, hè, dat ze denken van dit is mooi. Wij hebben hoofdzakelijk realistische kunst, hè, dat je kunt zien wat het is. Mm-hmm. Dat vinden we zelf het mooiste, dus daar staan we ook achter om dat te verkopen. Ja, dat gaat dus wel heel ver. Sommige mensen zeggen het is een foto, dan heb ik altijd zoiets van nee, dit gaat veel verder dan een foto. We hebben schilderijen en beelden. Dus we hebben er twee dingen. Ik heb ook wel eens sieraden gehad. Misschien wel eens een keer weer een idee om dat er weer bij te gaan doen. Maar op het moment hebben we dus beelden en schilderijen. Dit zijn de schilderijen. Dit is het Auerlie-project van Paul Christian Bos. Paul heeft op het moment hier een overzichtstentoonstelling van alles wat hij gemaakt heeft van zijn nieuwe boek De Huilentuin. Dit is een beeld van Romein Canes. Romein Canes komt uit Noord-Holland en dit is Scapino, zo heet hij. En het is echt wel een krachtig beeld, hè, van de sprong en de houding. Kunstenaars die hier exposeren, waar komen die vandaan? Nou ja, ze komen uit heel Nederland en dan onder andere Paul Christian Bos, Britte Seifert uit Limburg, Aad Hofman uit Vlaardingen. Dus ze komen overal vandaan. Romein Canes met haar beelden uit Noord-Holland. In de volgende expositie komt er iemand uit Iran meedoen. Wat beweegt nou iemand om een galerie te beginnen? Nou, vroeger hadden wij altijd al een lijstenmakerij. Dus je had al kennis gemaakt met heel veel kunstenaars. Toen woonden wij nog in Zwagersteinde. 10 jaar terug zijn we hier gekomen. Dan heb je een mooie grote ruimte. Dus we zeiden van, daar moeten we iets mee gaan doen. Dus toen zijn we met de galerie begonnen. Ik zie hier in de galerie ook een prachtige mooie collectie porselein. Is dat een permanente tentoonstelling? Het is wel een permanente tentoonstelling, maar ik wissel wel eens met serviesgoed. Dus dan blijft het voor de mensen ook interessant om te komen kijken van wat staat er nu in.